hier weer in contrabeweging en je maakt een shuto-uchi naar de slaaf. Op het moment dat ze aanvalt, duik ik eronder en ik zoek met mijn hoofd haar lichaam op, zodat je contact hebt. Je rechterhand zit net boven de borst en hier pak je de kimono vast. Je linkerhand gaat door terwijl je linkerbeen bijstapt. Hier pak je nou de andere revers. Rechts gaat naar beneden, links gaat rol en je brengt haar uit balans. Die zet je haar vast en je maakt je beweging. Je hoofd leunt in de nek, zodat je die naar beneden kan trekken. Naar beneden en deze naar je toe. Dan heb je okuri iri jime. Dus op het moment dat ze aanvalt, stap in met je rechtervoet naast haar voet. Dit is belangrijk. En je hoofd zit dichtbij. Pas pakken bij de revers. Je linkerhand en je linkerbeen synchroon. Ja, pak je gelijk vast. Hier wil je voorrijd maken, achteruit. En hier maak je die beweging. Zorg dat je hier net zoals bij de hatha kajime als een blok erachter staat. Hè? Dus een blok erachter staat.